in april tekende Joël voor de wind van de ChristenUnie vol overtuiging een motie waarin werd gesteld dat de Nederlandse bonuswetgeving gehandhaafd moest worden. Maar nu de ChristenUnie aan tafel zit, is de handtekening van voor de wind nergens meer te bekennen. Ja, we zijn hier in de wandelgangen bij de PvdA, Kamer van Lodewijk Asscher. Meneer Asscher, goedemiddag. En daarmee staat die naam er niet meer op voor de wind. Nou ja, je ziet dat het heel erg politiek geworden is. Ja. Dit kabinet heeft de strengste bonusregels van Europa gemaakt. En dat was een bewuste keuze. Dat is niet een foutje. Het is een bewuste keuze. Wij maar speuren op die motie van vandaag. Maar die naam van voor de wind, ja, ik weet niet of u hem nog kunt vinden. De motie over de bonussen. Ja, ja, die stond erop en is eraf. Is eraf. Stond ja. erop, is eraf. Stond erop, is eraf. Ik denk dat dit de eerste signaal is dat zij op het formatiehakblok liggen. Ik heb het ook gezien dat zijn handtekening ineens weg is. ChristenUnie is altijd heel streng geweest op de banken. Heeft mij ook gesteund toen we de bonuswetgeving zo streng maakten. Ja. Lekker lijkt me dat niet als je dan je handtekening eraf moet halen. Ja, je zult het voor de wind zelf moeten vragen. Ja. Ik denk niet dat hij heel enthousiast zal zijn. Nee. Dat zou ik zelf ook niet zijn als zoiets gebeurt. Geen voor de wind. We konden u eigenlijk even opgeven op het programma Spoorloos. En wat dan? Nou, uw handtekening staat er niet meer op. Zeer belangrijk onderwerp. En we gaan het zeker bespreken in het formatieoverleg. Ja, dus? Dit overwint. Maar mag ik nou niks meer vragen? Nou, ze gaan stemmen. Wie is voor deze motie? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk, 50PLUS, PVV, verworpen. Heren, is daar dan toch meneer Voor de Wind, kom er ook even bij, want ik heb het idee dat er enigszins formatiestress is, of niet? Nee. Nee? Het is geen informatiestress, nee. Want je hebt in april toch met je volle verstand hier je handtekening onder gezet, of niet? Ja, maar dat was, ja. Ja, dat klopt, want het is in lijn met ons verkiezingsprogramma. Ja. En toen zaten we natuurlijk niet te formeren. En we hadden onze handen vrouw. Nieuwste situatie anders. Ze zijn nog niet eens begonnen met onderhandelen. En blijkbaar is dan de druk van de VVD al zo groot dat ze dit nu doen. Buitengewoon triest. Als jullie dan niet aan die onderhandelingstafel hadden gezeten, dan hadden jullie die motie wel gesteund vandaag. Ja. Maar omdat jullie nu aan die formatietafel zitten. Zo is het. Ja. Dus wat was die handtekening waard van voor de wind toen niet meer. Even kijken, 19 april onder jullie motie zetten. Nou, ze stemden tegen, dus niks. Het is toch ook logisch als je met vier partijen gaat praten over dit soort onderwerpen, dat je dan even pas op de baas maakt en het probeert daar te regelen, dan heb je het meteen goed geregeld. Ja, of je kan recht de rug hebben en zeggen, dit is zoiets principieels voor ons, dat wij hier dat wij bij blijven. De rug is nog steeds even recht, met diezelfde inzet gaan we de formatie in. Ja? Ja, oké. Okay.